Een aantal stembureaus was maandag en dinsdag al geopend, maar woensdag ging het toch echt van start. De gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Een spannende dag volgens burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp. Zij bracht woensdag een bezoek aan de stembureaus. Ja, dat is heel spannend. Echt heel spannend. Want voor de komende 4 jaar wordt de nieuwe gemeenteraad gekozen. En na de coalitieonderhandelingen krijg je dan weer de wethouders die daarbij horen. Dus het is echt heel spannend. Het is een grote, de veranderdag, hè? Of de dag die alles gaat veranderen. Ook de burgemeester van Zoeterwoude ging langs bij de stembureaus. Volgens hem telt namelijk iedere stem. Ja, het is een cliché. Maar het is toch dé manier om je invloed uit te kunnen oefenen op wat er in je eigen mooie Zoeterwoudse gemeente gebeurt. Want de partij waarop je stemt, als die straks in een coalitie komt bijvoorbeeld, of goed in de gemeenteraad vertegenwoordigd is, ja, dan heeft zo'n partij invloed op wat er gebeurt. Nou, en daar heb jij je stem op uitgebracht. Dus het is gewoon heel belangrijk om die stem uit te brengen. Is echt dé mogelijkheid om wat invloed uit te oefenen. De opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is vaak lager dan de Tweede Kamerverkiezingen. Toch is het volgens de twee burgemeesters juist nu belangrijk om naar de stembus te gaan. Nou, gemeentelijk is natuurlijk heel erg belangrijk. Want dat is de gemeente waar je woont. En waar je naar school gaat. Of waar je kinderen wonen. Of waar opa en oma zijn. Of waar je een woning hebt waar je gelukkig bent. En die voorwaarden moeten zo optimaal mogelijk zijn. Je hebt de parken, je hebt de invloed op. Je hebt de spreekuren, je hebt de politieke partijen die toegankelijk zijn. De gemeente is de plek waar je leeft. En dat is heel erg belangrijk dat je heel fijn leeft en gelukkig leeft. Ja, het is het dichtst bij waar je woont. Niet zozeer bij waar je werkt, maar je wilt je eigen gemeente zo mooi mogelijk hebben. Je eigen omgeving zo mooi mogelijk. Je wilt goede faciliteiten, voorzieningen, sportclubs, maar ook cultuurverenigingen die wil je hebben. Dus ja, het is belangrijk dat je daar je stem op uitbrengt en dat je daar invloed op probeert uit te oefenen. De burgemeesters wilden met hun bezoek aan de stembureaus ook hun waardering uiten aan de vrijwilligers. Nou, ik ga alle stembureaus langs. Ik heb toevallig hier gestemd in de Scheppingskerk. Ik wil laten zien dat de vrijwilligers die zich inspannen om deze dag tot een succes te maken en al die stemmen te verwerken en vanavond te gaan tellen, dat ik dat heel belangrijk vind en dat dat een verlengstuk is eigenlijk van mij. Dus ik vind het ook heel warm te zien wie hier allemaal zit. Kijk, er zitten allemaal vrijwilligers die zeker met die vroegstemdagen soms 3 dagen hun vrije tijd, opofferen. Zo voelt het denk ik niet voor ze, maar die in ieder geval bereid zijn om daar te gaan zitten. Ik vind het heel erg belangrijk om als gemeente, en daar ben ik dan eigenlijk een vertegenwoordiger van, te laten zien dat we dat ongelooflijk op prijs stellen. Zonder hen geen verkiezingen.